Fatia op de finale. Gouwloze, Sisse, Tiedersen, Hogo, Paleisen en Heijmans. Het is Tom Gouwloze. De twee grote dubbelspringen en pakt hij de resolute leiding. Tiedersen in de achtervolging. Sisse gaat weer naar voren komen. En natuurlijk ook nooit Heijmans. Nee, het is Michael van Leijsen die erachter bij het vierde positie zit. Heijmans voorlopig op het linkertouw. Die vervelende vijfde plaats. Dat geeft recht op de B-finale. Dat is waarschijnlijk niemand die van tevoren had gehoopt. Ik wil de rit openen. Ik ga deze A-finale naar.